Het is gelukt. Eerste stembiljet. Vandaag starten we de werkzaamheden die verband houden met het gereed maken van de stembiljetten voor de stembusgang op 25 mei 2015. Aan het eind van de rit zullen er 830.000 gedrukte stembiljetten zijn geperforeerd, gestempeld, gevouwen, verpakt en gedistribueerd. Bij 6 drukkerijen worden de stembiljetten eigenlijk continu gedrukt. Ze worden hier naar binnen gehaald, dan worden ze geperforeerd. Dat is een heel belangrijk kenmerk op een stembiljet. Als een biljet uit de stembus komt op 25 mei zonder perforatie, dan is het geen stembiljet. Het is dan niet authentiek en dan wordt die ongeldig verklaard. Suriname 25-5-15. Na de perforatie komt het hier binnen en dan wordt het gevouwen. Na het vouwen wordt het gestempeld, daarna wordt het geteld, in stapels klaargezet. Gaat het naar binnen, daar wordt het in enveloppen gedaan en dan wordt het verzegeld. In totaal gaat het om 830.000 stembiljetten, want je weet het, we hebben verkiezingen voor DNA en we hebben verkiezingen voor RR. Toen de kiezerslijsten werden afgesloten waren er 353.000 kiesgerechtigden, maal 2. En er wordt een extra percentage gedrukt, omdat er iets mis kan gaan, misschien bij het perforeren. Er kunnen misprints zijn, en dan bij het stempelen kan er iets fout gaan. Maar op de dag van de stemming moet je ook extra stembiljetten hebben, want de kiesgerechtigde mag een foutje maken. 1 keer mag die persoon een fout maken op DNA-niveau en 1 keer op RR. Dus dat betekent dat je extra stembiljetten moet hebben om de mensen die een vergissing hebben gemaakt of een foutje hebben gemaakt van een ander biljet te kunnen voorzien. Jullie zijn begonnen met de stembiljetten op DNA-niveau voor Paramaribo. Wanneer volgt de rest? Dus zodra die van Paramaribo is afgerond, volgt een ander district. We zijn begonnen met Paramaribo omdat het grootste district is. Dus dat willen we zo snel mogelijk afgerond hebben. Er is een proces aangegeven in welke volgorde de stembiljetten worden gedrukt. Dus we beginnen eerst met DNA en daarna volgt RR. In het vouwproces zitten er ongeveer 360 mensen, zeg maar ruim 400. Het vouwen duurt tot en met 20 mei. Van binnenhalen van stembiljetten, perforeren, vouwen, verzegelen, klaarzetten, is tot en met 20 mei.